Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Hoogst Persoonlijk. En vandaag is de gast Rian Mone. Je bent radiomaker en presentator. Van harte welkom. Dank je. Ik heb een kort paspoortje over jou. Je bent in 1990 geboren in Voerendaal. Je woont momenteel in Heerlen. Je hebt International Media en Entertainment Management gestudeerd. Hele mond vol, ja. Hele mond vol. Nu komt hij. Je eerste baan was beta-manager. Daar gaan we zo over praten bij het Beta-huis in Heerlen. Ja. Volgens mij ben je al jaren iedere werkdag te horen op L1 Radio. Tussen 10 en 1 samen met Ruud Kleine. Ruud Regio. En je woont samen met Lars. En als het goed is, binnenkort zijn jullie met z'n drietjes. Ja, dat klopt. Ja. Klopt het paspoort een beetje? Ja, dat klopt helemaal. De eerste wat ik zag, een beta-manager. Ja. Wat doet hij? Bijzondere naam, hè? Ja. Dat was een titel bij het Beta-huis, dus in Heerlen. Dat zit in de oude muziekschool in Heerlen, aan het Wilhelminaplein. Dat heet nu ook het Beta-plein. Ja. En ik heb daar stage gelopen naar aanleiding van die opleiding dus, International Media Entertainment Management. En na de stage ben ik blijven plakken. En mocht ik daar van alles wat doen en uitproberen. Dus dat is toen een coworking space met verschillende huurders. Vooral creatieve ondernemers die daar zaten. Er was op dat moment ook een horeca gedeelte. En ik rende daar een beetje tussenin, zeg maar. Want jij ademt muziek, heb ik af en toe het gevoel. Ja. Daarom ook, je zou aan de ene kant kunnen denken of je gaat zelf iets in de muziek en dan ga je het conservatorium of die kant op. Maar jij ging toch de richting van de media op. Ja. Muziek heb ik wel gespeeld. Speel ik nog altijd een beetje, maar nooit goed genoeg om het conservatorium, de richting van het conservatorium op te gaan. Wat speel je? Piano. Ah. Maar ik ging altijd een beetje de bandmanagement kant op en festivals en dus meer de productiekant, zeg maar, mm-hmm. ervan. En vandaar ook die opleiding die dat wel raakte. Maar die opleiding was vooral omdat ik destijds vond, ik heb het gymnasium gedaan op het Bernardines College. Ja. En dat was vooral veel in de boeken zitten. Mm-hmm. En na de middelbare school dacht ik wil ook iets praktisch. Ik wil ook iets doen en werkervaring opdoen. En dus ben ik die studie gaan doen, zodat ik stage kon lopen. Mijn eerste stage was bij een theater in Dublin. Waar zowel theater als ook muziek als film alles bij elkaar kwam. Geweldig. En de tweede stage was dan in het Beta-huis in Heerlen. Waar ik A Night in the Woods heb opgezet. Een festival dat een tijdje in het Aambos is geweest. En muziek is daar altijd wel onderdeel van geweest. Maar ik heb heel lang gedacht dat een hobby was of een passie. Ah. En dat ik ergens mijn geld mee moest verdienen. En dat ik een passie kon hebben en dat die prima naast elkaar konden bestaan. Ja. Maar dat niet per se mijn beroep zou worden. Eerst je zaken regelen en je huur betalen en dan leuke dingen doen. Ja. Dus ik heb een hele poos vrijwillig dus festivals georganiseerd. Precies, ja. En uiteindelijk ook bij RTV Parkstad gewerkt. En via RTV Parkstad kwam ik bij L1 terecht. En zo is uiteindelijk dus ook muziek een carrière, om het zo maar te noemen, geworden. Ja, precies, geworden. Want je bent er iedere dag mee bezig. Ja, dat had ik toen echt niet durven dromen. Heb je wel eens, want dat is natuurlijk met radio. Je bent, al is tegenwoordig radio, daar staan ook de webcams. Dus ze kunnen, maar goed, het is toch heel vaak, je bent iedere werkdag 3 uur met je stem op de radio. Mm-hmm. Kom je wel eens ergens tot mensen zeggen, waar ken ik jouw stem van? Ja, dat heb ik wel. Dat vind ik het allerleukst. Het is heel leuk als mensen je herkennen van dat ze je gezien hebben ergens. Ja. Maar het is het allerleukst als ik ergens ben aan het kletsen met iemand niets vermoedend. En dan opeens stikt iemand me aan van ben je niet, hoor ik je niet iedere dag? Ja, precies, dat klopt. Die stemherkenning. Ja, superleuk is dat. Nou, als je moet kiezen, want ik heb altijd een beetje het gevoel, radio is zo lekker intiem. Er staan geen camera's op, normaal gesproken. Ja. Dat lijkt me fantastisch. Fantastisch. Als jij moet kiezen, radio, televisie? Oh, dat is totaal niet moeilijk. Nee, ja, dat is meteen radio. Ja. Ja. Vooral omdat radio live is op dat moment. Het is voor mij de ideale combinatie tussen dat ik wel in een soort bubbel zit. Want je zit in een studio, dus je bent in je eigen ruimte en je eigen comfort. Maar je hebt wel contact met mensen op afstand. Mm-hmm. En ik vond dat vroeger al fascinerend dat je dan in je kamer zit of in de auto en je hoort een stem die je herkent. En je hebt het idee dat je met vrienden op de bank zit. Ja. Alleen je ziet die stem ook niet. Ja. En dat ik dat nu vanaf de andere kant mee mag maken, dat is echt super bijzonder. Ja. En je krijgt toch best wel vaak, omdat er misschien ook juist niet bij tv een soort drempel van een camera op je gezicht, of dat toch ook best wel spannend kan zijn. Het is allemaal heel laagdrempelig. Mm-hmm. Krijg je ook verhalen van mensen of reacties van mensen die heel bijzonder zijn. En die ik op een andere manier misschien helemaal niet te horen had gekregen. Maar je ziet dus
nooit iemand, bijna nooit, je hebt wel eens gasten in de studio natuurlijk. Ja. Maar hoe je voert eigenlijk een gesprek met iemand die je niet ziet. Ja. Dat is natuurlijk ook bijzonder. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ja, dat maakt het gelijk ook heel intiem, terwijl je elkaar helemaal niet kent. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een keer een mevrouw gehad, dat vergeet ik nooit meer. Dat was de eerste keer dat ik Vaste Lovers uitzendingen deed bij L1. En ik zat alleen in de studio en je bent het proberen sfeer te maken. Nu is dat met Vaste Lovers totaal niet moeilijk, want dat is een en al sfeer. Ja. Maar dat was op de zondagochtend, dan worden de optochten uitgezonden. En toen belde een mevrouw en die zei, ik ben altijd naar de optocht gaan kijken in Heerlen en in Kerkrade. En ik vond het altijd fantastisch. En ik ben zo blij dat jullie hier verslag van doen, want nu kan ik het nog altijd volgen. Ik ben in de laatste jaren blind geworden. Ach. En door het luisteren naar die optochten zie ik dat weer voor me en kan ik dat weer meemaken. Ja. Nou, toen dacht ik, hoe kan dit? Dat wij elkaar helemaal niet kennen en dat iemand je zo te pakken heeft meteen aan het begin. Ja, dat is echt voor mij is dat radio, zeg maar, die verbinding. En je bent live met elkaar aan het bellen. En ik vind tv heel leuk om te doen en ik mag ook hele leuke dingen doen, ook voor online. Maar als ik moet kiezen. En als je dan hebt, mijn favoriete moment is op vrijdag als Nel wordt gebeld. Ja, Nel, Nel, ja, dat is Nel. 92 is Nel. Fantastisch. Dat is ongelooflijk. Ja, per ongeluk een keer getroffen. Ik moest een item maken, of ik ging een item maken over een Alzheimercafé. En we vragen dan: van, kun je ook een deelnemer? Ja. Zodat ik niet alleen een organisator interview, maar ook een deelnemer. Ja, we hebben nog wel iemand, dat bleek dus Nel. En zij was aan die tafel al zo gevat. En toen was ze, ik denk 88, dat is toch alweer een paar jaar geleden. 88 of 89, dat ik dacht, nou, voor een vrouw van die leeftijd. En na dat interview moest ze gaan wachten op een busje om naar huis gebracht te worden. En toen zei ik, nou, ik kan u ook naar huis brengen als u het fijn vindt. Nou, dus zijn we samen in de auto gestapt en maar kletsen en leuk. Ik zou het heel leuk vinden als we af en toe nog eens kunnen bellen. Zou dat goed zijn? Ja, tuurlijk, vond ze superleuk. Ja. En toen kwam corona. En 2020, begin 2020 was dat dus. En toen belden we haar een keer om te checken. Zo van, hè, we zijn allemaal elkaar een beetje kwijtgeraakt. Ja, ja. Hoe gaat het nou met iemand, zeker op zo'n leeftijd, die alleen in een appartement zit? En dat gesprek liep net zo vloeiend als toen ik haar zag. We hoeven daar niks aan voor te bereiden. We bellen haar, niks is voorbesproken. Iedere vrijdag bellen jullie Iedere vrijdag. Haar. Ja, toen begon dat dus en dat verliep zo goed dat we dachten, dit moeten we blijven doen. En nu is het het onderdeel waar Ruud en ik het meeste commentaar op krijgen. Blijven we voor in de auto zitten. Ja, ik wil weten hoe het gaat met Nel. Ja, ja. Als we haar niet bellen, hebben we echt een probleem. Ja, fantastisch hoor, als je dat kunt bereiken met radio. Dat is hartstikke mooi. Rianne, het programma bestaat uit 4 onderdelen. Mm-hmm. We gaan naar het eerste onderdeel en dat is de muziek. Ja, en je hebt gekozen voor het nummer Midnight City. Ik ga heel eerlijk zijn. Het is de Franse band M83. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zeker. Ik had er nog nooit van gehoord. Laten we even luisteren naar dat nummer. Jammer. Weg was die. Ja. Ik had het nog nooit gehoord. Ja. Maar toen ik hem hoorde, dacht ik van wauw, wat een nummer. En waar ken ik het van? Oh ja, want ik moet eerlijk toegeven, ik heb geprobeerd iets uit te zoeken waarvan ik dacht, zou je het kennen? Nee, ik nooit van gehoord. En ik was vooral heel benieuwd wat het dan bij je oproept. Het was fantastisch. En toen ben ik natuurlijk, ja, dat doe ik dan. Hè. Dan denk ik, nu moet ik toch wel wat meer over die band gaan weten en hoe en wat. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat TF1 in Frankrijk, die heeft het gebruikt bij een EK. De BBC gebruikte het bij de Olympische Spelen in Londen. En toen dacht ik, dit is zo'n opzwevend nummer. Dat is perfect voor. Maar waarom heb jij hem uitgekozen? Nou, vanwege die euforie wel die erin zit. De tekst, moet ik eerlijk zeggen, zou ik je niet kunnen nazingen. Geen idee eigenlijk waar het over gaat. En er zijn liedjes die ik juist vanwege de tekst heel mooi vind. Ik ben bijvoorbeeld fan van Spinvis. Ja. Maar dit is iets wat ik niet uit kan leggen. En daarom dacht ik, dat is een uitdaging. Ja. Om die mee te nemen, om dat dan te proberen uit te leggen. Dit liedje op de een of andere manier heeft voor mij die overgang van dat refrein, van dat couplet naar dat refrein, een soort, ja, nu gaat het leven beginnen. Ja.
nu gaan we in de auto op vakantie. Of nu zijn we op een festival en begint het te stortregenen. Maar zijn we met z'n allen dansen. Het is dat moment van loslaten of zo, van ontlading. En ik heb dit nummer zowel in mijn eerste radio-uitzending bij L1... als in mijn eerste radio-uitzending bij 3FM ook als eerste nummer gebruikt. Ach. Dus het is voor mij een soort persoonlijk... Ja, ja, let's go. Ja. Nu gaat het beginnen. Ja. En iedere keer als ik nu nog dat nummer hoor, dan denk ik, oh ja, dat was van Jan. Dus dat gaat er bij mij nooit meer uit. Nou, dat vind ik toch mooi meegenomen. Eén dingetje nog, je stuurde me dat door. Ik haalde bij YouTube, ik had geluid die laatst en ik zag de video. Oh ja, dat is een beetje raar. Daar werd ik niet voor gekomen. Dat was een beetje science fiction-achtig met mensen die licht uit de ogen hebben. Ja, en dat soort dingen. Ze hebben volgens mij ook wel meer van dat soort clips. Ik heb ze ook een keer live gezien. Dan zijn de visuals ook best wel... een beetje in die trant. Maar eerlijk gezegd, videoclip heb ik verder nooit meer gekeken. Ik luister vooral naar het nummer. Ja, ja, precies. Hebben ze nog andere nummers waarvan je zegt, die zouden we wel kunnen... Oh, dat hele album is te gek. Oh, dat zou je kunnen kennen. Nee, dit is wel de grootste hit, denk ik. Dit is de grootste hit. Oké, maar het hele album is te gek. Ja. Oké, goed. Gaan we daarmee aan de slag. We gaan naar het tweede onderdeel en dat is de keuze. Ja, en die keuze, dat bestaat eruit. We hebben vier foto's. Ja. Jij mag er één kiezen. Ik kies er vervolgens één. En twee vallen eraf. Dus je moet goed gaan nadenken welke je kiest waar je wil over praten. Op één, hartstikke duidelijk. We hebben het over Pinkpop. Op twee, dat is Dublin. Ja. Op drie hebben we David Bowie. En op vier, Taskmaster. Ja. Oh, dit is wel heel lastig. Dit kan ik niet goed doen. Nee? Deze keuze, nee, want dit vind ik allemaal te gek. Laat ik dan gaan voor Taskmaster, omdat ik denk dat de minste mensen kennen, terwijl ik het wel zou aanraden. Oké, want het is een van je favoriete televisieprogramma's. Ja. Ik ken het ook niet. Nee, ik heb het ontdekt in coronatijd ook. Dus misschien dat ik daarom ook helemaal eraan verknocht ben geraakt. Omdat er toen heel veel tijd was om dit soort dingen te kijken. Ja. En we kijken sowieso wel graag Britse televisie, Britse humor. En wie hier ziet is de presentator, Greg Davies. En achter hem staat de Taskmaster. Dat is degene die alle opdrachten verzint. En ze hebben telkens een seizoen van volgens mij 10 afleveringen met Britse comedians en bekendheden. Ja. Waarin ze verschillende opdrachten moeten uitvoeren om dan uiteindelijk de prijs van de Taskmaster te worden of de prijs te winnen. En die opdrachten zijn super creatief. Die zijn ook begonnen in een achtertuin met eens een keer een balletje proberen te laten rollen van de ene kant van de achtertuin naar de andere. Okay. En dat soort gekke dingen hebben ze door de hele show. Dus die creativiteit van de show vind ik echt super leuk. De Britse humor is heel erg leuk. En het is leuk omdat je mensen in een soort... escape room-achtige setting ziet. Okay. En je dus heel snel karakters leert herkennen. De een die vliegt ergens in, denkt nergens over na en gaat wat uithalen. De ander denkt, ik ben toch op tv, dus ik ga eens een beetje grapjes uithalen, dit en dat. En weer een ander doet één stap terug en probeert een soort overzicht te krijgen van... Oké, de opdracht is bijvoorbeeld, hoe krijg ik het water uit dat glas zonder het glas aan te raken... En dan blijkt dat hier onder de tafel een rietje geplakt zit. Ah. Dus als je de tijd neemt en even een stapje terug doet, dan vind je dat wel. Terwijl als je gekke dingen gaat doen, dan ben je misschien veel meer tijd kwijt. Ja. Dus die soort van hersentraining, in combinatie dus met die humor en die aanpak, vind ik echt heerlijk. Ja, kan ik echt van genieten. Want ben je dan ook iemand die graag in een escape room komt? Ik heb het wel eens gedaan. Ook dan vind ik het heel leuk. Wat voor type ben jij dan? ik kijk het me toch iets meer nog even aan. Zo even de ruimte inschatten. Ja. Ik ben inderdaad wel eens een keer in een escape room geweest met een vriend die meteen overal zo aan vast zat. Ja, en heel serieus. En dan ook een halve puzzel hier leggen en een halve puzzel daar. En ik hou er wel van om even het plan te maken. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Een beetje opdrachten of een opdracht krijgen of creatief ergens over nadenken. En vooral dus ook, het is ook best wel... Confronterend is het verkeerde woord, maar het leert je ook wel iets over jezelf. Mm-hmm. Van, ik ben hier te snel gegaan. Of ik heb een aanname gemaakt. Dus het is ook wel goed om af en toe te denken, wat ben ik inderdaad eigenlijk voor type? Of hoe pak ik dit aan en kan ik dat ook anders doen? Mooie spiegel dan. Ja, ja. Kijk je veel televisie?
Ja, relatief. Het is niet dat ik iedere avond op een vast tijdstip voor de bank zit. Maar op de bank zit. Maar streamingseries en zo, dat kijk ik allemaal wel. Ja. Maar het is niet voor de dag erna. Ik moet toch even alles checken. Wat gebeurt er in Limburg in de wereld? Ja, dat is zowel in sommige nieuwsuitzendingen. Maar dat is dus niet meer een vast tijdstip of zo. Ik heb niet dat ik zeg om 5:30 zit ik echt klaar. Maar ik kijk wel dingen terug. En tegenwoordig kun je ook veel fragmenten online nog terugkijken. Ja. Dus, ben je een online kijker? Ik kijk ook wel veel online. Dus ik probeer zeker op de hoogte te blijven, voor zover dat het kan. Want je krijgt tegenwoordig toch veel informatie over je heen. Je moet ook af en toe ook even rust pakken. Ja. Ja. Maar meer online dan dat ik echt voor de tv zit, zeg maar. Okay. Waar jij waarschijnlijk live altijd bij bent, daar ga ik voor. Nummer 1, Pinkpop. Pinkpop, ja. Ja. Ja, Pinkpop heeft intussen wel een bijzonder plekje in mijn hart. Voor veel Limburgers natuurlijk. Je hebt mogen presenteren daar. Maar ik heb mogen presenteren daar. Ja, afgelopen jaar voor de tweede keer. En dat is gewoon iets ontzettend bijzonders. Is dat voor mij wel. Ja, dat is wel een soort cirkel is rond gevoel. Want het is het eerste festival waar ik naartoe ging. Of het eerste grote festival waar ik naartoe ging. Dat is inmiddels ook al 20 jaar geleden. Het is zo bijzonder om zoiets groots zo dicht bij huis te hebben. En het team dat daar rondloopt is een team dat ook al jaren daar rondloopt. Dus dat is ook een soort thuisgevoel. Veel mensen kennen elkaar. En dat dat op zo'n grote schaal toch nog zo eigen voelt, vind ik heel knap. Hoe ze dat daar hebben gedaan. Ben je dan ook degene die voordat je presenteerde, 3 dagen op de camping lag? Ging je toch even op en neer altijd terug naar huis? Beide heb ik wel gedaan. Ja, nu ga ik ook naar andere festivals waar ik dan wel op de camping sla. Bij Pinkpop heb je dan de luxe dat je de fiets kunt pakken. Ja. Maar heb ik allebei wel gedaan omdat de campingsfeer natuurlijk ook te gek is. Maar in combinatie met werken doe ik het niet. Nee, dan slaap ik liever thuis. Dat kan me voorstellen. Maar gieren dan de zenuwen door je keel als je op dat podium staat als presentator? Een beetje spannend blijft het altijd wel. Ik heb vooral de dagen van tevoren wel een soort, misschien meer een soort onrust of een soort kriebel van, hoe gaat het dan allemaal zijn? Maar op dat moment zelf is het vooral genieten, want het podium waar ik sta is stage 4, waar ik mocht staan de afgelopen jaren. Voor mensen die dat niet kennen, wat ja, dat is dus in? Het meest recent toegevoegde podium, ook het kleinste. En daar staan artiesten die voor de eerste keer op Pinkpop staan. En daar hangt dus ook zo'n sfeer van, we gaan dit doen. Voor hun dus ook. Voor hen is het super spannend. Dus dat ik daar dan naast mag staan is echt een cadeau. En wat ik vooral spannend vind is, je wil graag iets zeggen dat zo'n act recht doet. Maar je wil ook niet te lang praten, want mensen komen voor de act en niet voor jou. Ja. Dus je probeert die balans een beetje te zoeken van, kan ik iets vinden wat wel leuk is, maar wat ook niet te langdradig is. En je probeert een beetje aan te voelen, bijvoorbeeld regent het of is het heet? Of zijn er heel veel mensen of zijn er weinig? Dat je de toon goed probeert te pakken. Dus het is, er zijn mensen die veel harder werken. Hè? Daar wil ik echt verder niks over zeggen. Het is een luxe om die klus te mogen doen. Maar ik probeer het wel goed voorbereid te doen. Toch, en ik vind het zeker af en toe wel spannend. Tuurlijk. En het is ook wel hard werken hoor. Want je moet toch performen. En je staat wel aan. Ja. Precies. Dat is absoluut. Als we het over radio hebben. Als ik zou zeggen, wanneer ga je naar Hilversum? Hilversum. Nee, ik vind het wel leuk om andere dingen erbij te doen. Ik heb dus ook een keer een uitzending op 3FM mogen maken. En dat was hartstikke bijzonder, want dat was de zender waar ik vroeger altijd naar luisterde. Dus om nu aan de andere kant van de radio te zitten, die bij mij toen in de slaapkamer stond. Ja. Dat was heel surrealistisch. Maar ik woon hier graag en het is best een afstand. Dus dan zou het echt wel een hele mooie kans moeten zijn om daar iets mee te doen. Ik mag nu iedere dag radio maken. Ja. Dat is een enorme luxe. Want voor de rest in Limburg zijn er weinig plekken waar dat kan. Misschien geen één. Dus ik zit voor nu eigenlijk wel goed. En als het in de toekomst verandert... Als je 5 dagen, 3 uren per dag, samen met Ruud... mij lijkt, dan moet je wel een klik met elkaar hebben. Ja. Of kun je dat zakelijk op... Nee, dat lijkt me toch niet. Hè? Er zijn volgens mij wel duo's die dat doen. Maar ik ben blij dat dat bij ons niet zo is. Nee, Ruud is fantastisch. Hij zat al op die plek voordat ik erbij kwam. En wij hebben het daar dus van tevoren ook wel over gehad. Van hoe wil je zo'n programma dan samen vorm gaan geven. Dat was in eerste instantie in een andere setting. Want ik zou meer een soort verslaggever zijn. En hij zou in de studio blijven zitten. Maar door corona kwam ik ook in de studio te zitten. Ja.
En toen bleek dat dat met z'n tweeën veel leuker was dan hij alleen en ik alleen. Maar volgens mij, jullie hebben ook echt lol, hè? Ja, we hebben het heel goed samen. Ja, Ruud is super gevat en het is grappig. Ik bedoel, als je moet om elkaar lachen, daar wordt vaak grappig over gedaan, hè? Dat de sidekick dan altijd dubbel ligt op de grapjes. Maar ik vind het ook echt gewoon heel leuk als we samen in de studio zitten. En het is gewoon heel fijn om een sparringspartner te hebben. Om samen onderwerpen uit te zoeken voor de dag. En soms heb je een idee en weet je niet helemaal, ja, gaat het nou landen of niet? Of is het nou goed of niet? En Ruud heeft vaak nog een briljante twist op een idee. Of een soort andere kijk op dingen, waardoor het nog leuker wordt. Dus het is heel fijn om dat met z'n tweeën te kunnen doen. Ja, ah, mooi. Ja. Dat is fijn. We gaan naar het derde onderwerp en dat is het voorwerp. Ja, je hebt iets heel bijzonders mee. Je verbaast me bij alles bij. Ja. Ik denk, muzieknummer, dit. Ja, ik heb iets bijzonders meegenomen. Ik heb eigenlijk twee dingen meegenomen. Oh, je hebt er twee? Ja, één is mijn vader. Ja? Ja. Pap, zeg even hoi. Oh. Hallo, daar zit Ger. Mijn vader zit bij me. Want vandaag zou de verjaardag zijn geweest van mijn moeder. Die is er helaas niet meer, al een aantal jaar niet meer. Maar dat hebben we dus wel nog even samen gevierd. En dan dacht ik in eerste instantie, nou, dan neem ik mijn vader mee. Maar als voorwerp vond ik dat toch een beetje oneerbiedig. Nou ja. Dus ik heb dat maar voorwerp ook meegenomen. wacht, dan moet ik me er even bij pakken. Ja. Dat is dit. En dit is, eigenlijk heb ik al meerdere keren met dit voorwerp in mijn handen gestaan van moet ik het niet eens een keer wegdoen. Want hier hoort nog een maatbeker bij, waar een dikke scheur in zat. Dus die ik niet meer kon gebruiken. Mm-hmm. Dus ik heb sinds dat mijn moeder overleden is telkens gedacht, ik ga nog eens een keer een maatbeker vinden en dan kan ik hem weer gebruiken. Ja. En tot die tijd heb ik hem dus toch niet weg willen doen. Want vandaag zou ze dus jarig zijn geweest. En verjaardagen hadden bij ons altijd een soort vast patroon. Mijn moeder was heel sociaal, dus we hadden altijd mensen over de vloer. Mm-hmm. En zeker bij verjaardagen achter in de tuin. Overal stoelen staan en er werd voor eten gezorgd. En dan was het vaste prik dat voor iedereen de lievelingsvlaai werd verzorgd. Voor mijn moeder zou dat proemen zijn geweest. Ja. En dat er kwarktaart werd gemaakt. En die kwarktaart was verder niet super speciaal. Die kwam gewoon uit een bakje. Maar er was wel kwarktaart die mam altijd maakte. En dan was er één finishing touch. Dus het was de hele ochtend druk in de keuken en in huis. Want die stoelen moesten naar buiten. Ja. En alles moest geregeld worden en perfect zijn. Dus gedoe. Maar dan was er één moment. En dat was een soort laatste rustmoment voordat het bezoek kwam. Dat was toen de slagroom nog geklopt moest worden. Ah. En dit zat dus in die maatbeker met slagroom. En dan was het zo in de keuken. En dan werd er geklopt. Minutenlang kloppen. Ja, dat is gek, hè? Ja, dan wordt iemand wakker. Minutenlang kloppen en dan was het bijna altijd zo dat mijn moeder daar dan mee begon. Maar natuurlijk al een hele ochtend erop had zitten, dus zo op een gegeven moment moe. En dat mijn vader dan het laatste stukje moest doen om het af te maken. Zo, oh, ga nog even het laatste stukje. En bij dat voorwerp denk ik dus altijd aan het moment dat ze samen in de keuken stonden om het voor ons gezellig te maken. Ja. En dus heb ik er geen afscheid van kunnen nemen. Ook terwijl ik heb een mixer. En je kunt slagroom kopen in een bus. Maar dit moet je nooit. Maar dit moet je eigenlijk onder een stolp of zo. Dat voor mij is dit dus een de gezelligheid van de verjaardagen vroeger. Ja, prachtig. Is dit ook een karaktertrek? Je bent heel open, ook op de radio. Je vertelt over alles. Ik denk dat dat wel een karaktertrek is. Ja, er zit natuurlijk. Volgens mij ben ik zowel op de radio als nu ook zoals ik in het echt ben. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar je niet meteen aankomt of zo. Dat ik nu niet emotioneel over mijn moeder kan vertellen is natuurlijk iets heel anders dan wanneer je vertelt erover. Ook de verhalen die je in het dagelijks leven meemaakt en die komen dan in de uitzending terug. Wat dat betreft ben je dan een open boek. Ja, het is vaak een soort brug die je slaat. Want op het moment dat ik kwetsbaar durf te zijn of open een verhaal durf te vertellen, dan durft iemand anders dat misschien ook. Ik kan niet van een luisteraar vragen om alles met me te delen en dat zelf dan niet doen. Dus ik vind dat wel een soort wisselwerking of een soort afspraak die je met elkaar hebt. Van, het is een soort safe space en we kunnen over alles praten. Ja. En dat je dan
ja, een gedeelte toch bij de kern houdt. Of ja, een gedeelte niet meteen deelt. Dat hoort daar ook bij. Natuurlijk. Nee, maar ja, ik vind het wel een soort deal die we hebben met elkaar. Ja. Je, hebt je vader meegenomen. Volgens mij is dat een trouwe luisteraar. Hè? Ja, ja, mijn vader is een trouwe luisteraar. Ja, dan krijg ik ook af en toe wel eens, nou niet per se commentaar. Maar hij vindt wel overal wat van. Wat ik heel prachtig vond. Je was ons ooit een oproep aan doen voor mensen die met liften. Want jij had het overboden, maar je had het niet gedaan. En jullie gingen muzieknummer draaien. En je kwam me terug en je zei, ik heb al een appje van mijn vader. Ja. Ik ben blij dat ik neer in de auto ben gestaan. Ja, dat je dat hebt meegekregen. Ja, 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 precies. Ja. Dus, ja, ik moet toegeven, je zit dus in een studio. Dus je vergeet af en toe nog wel eens dat bijvoorbeeld mijn vader of mensen die ik ken dat luisteren. Ook allemaal dat luisteren en dat kunnen horen. Ja, dat af en toe vergeet ik dat. Ja. En dan krijg ik een appje en denk ik, oh ja, oh, het is maar goed dat ik daar goed aan heb gedaan. Ja. Mooi zo. We gaan naar het laatste onderwerp. En dat is de jeugdfoto. Tja, hoe oud ben je hier? 8 ben ik hier. Ja, ik ben hier 8 en ik heb hier duidelijk nog geen beugel gehad. Oeh. Dat kwam later. Maar dit is mijn communie in 1998. Vandaar het mooie witte pak. Bij ons, in mijn ouderlijk huis dan achterom. En dit is de allereerste radio die ik heb gekregen. Dat is toch wel prachtig, want of je krijgt een fiets of je krijgt een maar jij krijgt dus een radio, dat zegt al iets natuurlijk. Ja, achteraf gezien lijkt het allemaal één grote lijn, zeg maar. Ja. Maar toen had ik dat natuurlijk totaal niet in de gaten. Maar het is wel zo dat vanaf het moment dat ik die radio heb gekregen, is de radio nooit meer uitgegaan. Er stond bij mij op de slaapkamer altijd muziek op. Want jij luisterde dus altijd al muziek, want anders koop je ouders natuurlijk niet in een radio met de communie. Ja. Ja, dat heb ik me eigenlijk ook veel later pas gerealiseerd, dat zo was. Maar mijn moeder grapte daar altijd wel om, dat ze niet begreep dat ik dan op mijn slaapkamer en huiswerk zat te maken en de radio stond aan. En soms was ik nog vrienden aan het bellen, maar zei, hoe onthoud je dat allemaal, dat je dan meezingt met al die teksten? Maar dat heeft er toen dus al heel erg ingezeten. Van, ik vond dat gewoon een hele fijne gezelschap thuis. Zowel de muziek als de DJ's. Staat ook altijd bij je aan, thuis, auto, overal? Ja, ja, overal. Ja, ik heb maar zelden een moment dat ik denk, boah, nu even niet. Dat is echt maar heel af en toe. Ook als je je moet voorbereiden op iets, je bent teksten uit aan het tikken of noem het maar op. Ja. Dan staat toch nog de radio, dat sluit je dan af. En, ja, er staat altijd wel iets aan. Ik vind het leuk om naar anderen te luisteren ook. Omdat het jezelf ook weer aan het denken zet. Van, oh ja, had ik dat ook zo gedaan? Ja. Of, dat is een leuk idee, of kan ik daar iets mee? En je blijft inderdaad een beetje op de hoogte van de actualiteit van de dag. Want Ruud en ik moeten natuurlijk ook voor het programma kijken van wat speelt er. Ja, want je kunt wel wat verzinnen, maar als er iets belangrijks is gebeurd, dan kan ook alles weer op de schop. Ja. Dus ja, ik heb het vrijwel non-stop aanstaan. Tegenwoordig wel in combinatie met podcasts of met Spotify of met muziek. Okay, ja. Maar het is zelden stil. Dan? Ja, officieel moet je nu L1 zeggen natuurlijk. Ja. wat is daarnaast nog favoriete zenders waar je naar luistert? Ja, in de auto ben ik wel echt een zepper. Dus dan is het telkens gewoon kijken van wat gebeurt waar. Vooral als je inderdaad naast je zit, word je niet helemaal gek als je partner naast je in de auto zit en je zit zo continu te... Of zijn jullie beide zappers? Van het een en nee, ander? Hij is wel meer van zijn eigen muziek opzetten. Dus dat is wellicht wel een stuk rustiger dan wanneer ik radio luister ben. Is totale andere muziekkeuze? We hebben een soort common ground. Ja. En dan zitten we allebei aan de rand van dat spectrum. Dus ja. Ik luister alles ongeveer. Zolang er melodie in zit, vind ik het goed. En hij luistert vooral wel veel rock, stoner rock, muziek ook van vroeger. En we hebben een paar artiesten waarin we ons enorm kunnen vinden. Maar ook een paar die we door elkaar hebben ontdekt. Dus dat is juist wel heel leuk. Ja. Wordt de kleine al een beetje met muziek? Zeker. Ja? Ja? Ja, en het was ook wel, we hebben het daar bewust wel even over gehad. Vanaf het moment dat een baby wat zou kunnen horen in de buik, kreeg ik ook een soort, hebben we samen afgesproken, moet ik hem niet in de schoenen schuiven. Maar een muzieklijst die nu opvoeding 101 heet. Zodat de baby niet alleen luistert naar muziek die ik leuk vind, maar ook dat ik ook wat nummers luister die hij leuk vindt. Zodat ze niet alleen uiteindelijk fan zou worden van mijn muziek, maar ook wel een beetje van hem. Ja. Ja. En wat wordt het straks? Ook een radiopresentator of presentatrice? Ja, geen idee. Mag alles zijn. Het is natuurlijk, je probeert wat dingen mee te geven, maar je probeert vooral mee te geven dat je dus jezelf moet kunnen zijn. En ik heb die ruimte altijd heel erg gehad.
En daardoor zit ik misschien ook waar ik nu zit. Ja. Dus als ik dat mee kan geven, dan is dat al... Hartstikke prachtig. Ja, een groot geluk. Ja. Daar gaat het om. Groot geluk. Dat wens ik jullie beiden straks en met z'n drietjes ook. Dankjewel. Dankjewel dat je te gast wilt zijn. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Fijn. Heel graag gedaan. En u thuis bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Hoogst Persoonlijk. En we gaan er altijd uit met het lied van mijn gast. En dat is deze keer Midnight City. My secret.